Grace of the Boys, 15 years old. Zelfs een hele voor van de BMX Extreme van. Staat hier Tino Papa. Voor het Dream Team, Roland Lemmens. Voor het TVE BMX Team, Jan van Heugden. Voor Gelder Rozen, Tom Gouwrozen. Voor DVO Haaksbergen, Bram Extrakaarten. Voor het Twentse Ros, Nick Bloemendaal. Voor de Rocksprinters, Kevin Kracht. En last but not least, voor Apeldoorn, Mika Palsgraaf. Zijn we vroeger in de boys, 15 jaar oud, geen kijkers, is goed sporten, is een dream team, goed doorleggen, Arno Lemmens zal het zijn. Lemmens zit eruit als eerste de bocht in, direct met zijn mee, volgens mij veel normaal, ze komen te gauw los, hij zit er ook goed bij. Inderdaad, hij zit op die tweede plaats. En dan daarachter is het voor TV, en dan is hij hier verheugd op de derde plaats, maar die gaat aan zij met Poppa. Poppa op 3 nu, hij schuift inderdaad definitief door voor 4-3 en nu naar 2. Inmiddels hier staat de bal met Gelder Malsen. Toen wordt Gelder Malsen voorbij gestoken. Ondertussen is het nog steeds een dream team aan de leiding. Want Ronald Lemmens doet hier een hele goede zaak. Want erachter wordt hard gevochten. En dan geeft hij van de hele Pompa. Pompa op Lemmens. Pompa. Gaat hij er nog voorbij of niet? Pompa op Lemmens. Oh, het is heel close. Ronald Lemmens op 10 op Pompa.